Een hele goede middag. Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Dairy Academy TV. Op dit moment ben ik nog op het mooie kantoor in Heerenveen, maar ik stap zo meteen in de auto richting Dwingelo. In Dwingelo wacht namelijk Maarten op mij. En Maarten gaat mij alles vertellen wat ik wil weten over GEA's Dairy Management Support. Dus wil je meer weten? Blijf kijken! DMS staat voor Dairy Management Support. Dat betekent het begeleiden van onze klantenveehouders. Zowel de veehouders die al een ruime poos melken met een automatisch melksysteem, als ook begeleiden wij de melkveehouders die overgaan van een melkstal naar een automatisch melksysteem. Zodra een systeem verkocht is, een melkrobot, dan word ik ingevlogen om samen met de melkveehouder en ook de krachtvoerleverancier om samen een plan op te stellen van goed, nu zijn we hier, we melken met een melkstal, doen we een nulmeting, hoe gaat het met de productie, hoe gaat het met de uiengezondheid, hoe wordt er momenteel gemolken. Dan maken we aan de hand daarvan een plan van, straks gaan we automatisch de koeien melken. Wat verandert er allemaal? Hoe gaan we de koeien voeren? Welke instellingen gaan we hanteren? Daar komt nog wel heel veel bij kijken. Dus het is een vrij intensief traject. Zowel vooraf, voor de week van de opstart, als ook na de opstart. Dan blijven wij de klantenveehouders begeleiden. En zijn wij het aanspreekpunt als het aankomt op de managementvraagstukken. Komend jaar zal ook in het teken staan van de uitrol van de opvolger van ons managementprogramma Dairyplan. De opvolger heet de Dairy Netbox. Daarin ligt ook een grote rol weggelegd voor DMS. Het stukje begeleiden van onze klantenveehouders van het ene oude managementprogramma Dairyplan naar het nieuwe, de Dairy Netbox. Deze Dairy Netbox heeft een tal van nieuwe mogelijkheden wat het oude Dairyplan niet heeft. Een van de grootste verschillen is het toename van het gebruiksgemak, dus gebruiksvriendelijkheid, dat je zaken makkelijk kunt terugvinden, dat je zo met het programma aan de slag kan. Niet alleen de veehouder, maar ook gewoon als iemand de veehouder vangt, dat hij ook gewoon makkelijk zijn weg kan vinden met de nieuwe Dairy Netbox. Wat ik zei, daar hoort dus een stukje begeleiding bij en daar kunnen we ook vanaf volgend jaar volop mee aan de slag.